Welkom landpiraatjes bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. We zijn hier met Jack Sparrow en we gaan het land verkennen op dit spookschip wat uit het water is gekomen. Ik ging de goede kant op, ik moest hier gaan kruipen naar boven en wij moeten stukjes vinden om de Kraken te stoppen van zijn schade die hij aanricht aan anderen, maar ook aan mij. En die schade is dus dat hij David Jones verdedigt. En wij moeten zijn schat gaan terugpakken, de schat die wij eigenlijk hebben gevonden eerlijk. En dit is het tweede itemstuk wat we hebben gevonden in de schatkist. En daardoor hebben wij nu deze missie voltooid op dit eiland. We moeten nog 3 van zulke grote stukken vinden. Niets meer dan de zee. Koop de woede van Calypso. Dan kun je de woedende zee insluiten en tegen schepen in de buurt gebruiken. Wauw. Calypso is dus dat die vrouw, die kan zeg maar een vloek. Oh! We zinken. Oh shit. We moeten nou een soort van wegwezen hier. Want het schip gaat dadelijk ten onder. Dus we gaan even hierop. Heel snel. Nee, wij moeten dus nog 3 van zulke items vinden. En als we dat hebben gevonden, dan kunnen we de Kraken verslaan, geloof ik. Ik geloof dat het die manier is. Ik ben benieuwd of het echt als een baas is, zeg maar. Dat je een boss battle krijgt. Ik denk het zelf niet. Oh, alles gaat instorten, jongens. We gaan even opschieten nu. Oh, jeetje. Arr! Ga dood, jij schildpad. We hebben geen tijd voor slome gevechten. Hier snel naar beneden. Oh shit. Er komt nog een piraatje, maar die is alweer dood. Gaat het al instorten, het schip? Oh jeetje. Daar gaat het. Ja hoor. Stel je voor dat we niet alle items hadden gepakt op dat eiland. Dan had je dus nooit het spel 100% kunnen halen, bij wijze van spreken. Nou, we hebben het gehaald. Terug naar mijn schip. Dat is het. Dat gaan we nu dus doen. Er is trouwens ook een extra opdracht. Wat kunnen we hier doen? Zullen we het gewoon doen, een uitdaging? Dat heb ik lang niet gezien, een uitdaging. Wauw. Daar gaan we weer. Het komt weer boven water. Oké, magic. En we gaan dus die bolletjes pakken. Je ziet ze al, die bolletjes. De bolletjes. En dat is een soort parcours. Deze tijd moeten we verslaan. In 2 minuten 25 bolletjes. Nou, dat moet wel voorkomen, denk ik. Het hele schip trilt, joh. Fantastisch. Dat is apart. Oh, die muziek is zo droog, hè. Ik denk dat we... Ik weet niet waar we naartoe moeten, maar ik denk dat we hier wel eerder naar boven kunnen. Want ik denk dat we dadelijk weer naar beneden gaan om al die bolletjes te pakken. Oh, een hoop bolletjes. Jeetje. Dit is toch niet normaal? Alles staat vol met bolletjes. En we hebben het gehaald in 3, 2, 1 en nu. Yes. Dat ging goed. Ik wil die andere ook nog halen, maar puur voor de muntjes. Want we hebben al best wel veel munten, heb ik gezien. We hebben al in de 5000 munten. Dan gaat dat weer helemaal naar beneden, dat schip. Oh, wat duurt dat lang, zeg. Ja, terug. Ik wil terug. Drukt op de schepenrak. We gaan het nog 1 keer doen. Maar dan met... Hoeveel bollen hebben we dan? Ik denk een stuk of 40 of zo. Normaal. Daar gaan we. Daar gaan we. Hij zegt het zelf ook. Hij praat me na. En hier krijgen we medium. Medium is altijd ietsje moeilijker dan easy, dat weten we inmiddels. En de bolletjes gaan we pakken. Kaptein, eens even kijken, we hebben 50 stuks. 50! Jeetje, en hoor dat muziekje, zo droog. Zo'n heel relaxed muziekje, terwijl je eigenlijk moet stressen omdat het op tijd gaat. Dat is wel echt heel gaaf gedaan. Dankjewel Disney dat jullie dit rustige muziekje willen laten horen aan mij. Maakt mij niet uit. Maar dit is de route die we moeten nemen. Zo, ja. Dat is goed, dus komen we dadelijk dan... Ja, zo ja, geweldig. Nou, hij zegt het al. Prima. Oh, die bolletje pakken. En die ook hier. Maar dan komen we later weer terug, denk ik. We gaan hier naartoe. Geweldig. Oh, we moeten serieus de helft. En ik heb nog bijna... Ja, ik heb nog wel 1,5 minuut, dus dat scheelt. Fantastisch. Zo. Fantastisch. Wat een hele leuke piraat, jongens en meisjes. Wat ken ik dit goed, hè? Oh, niet vallen. Vince, bijna gevallen. Bijna gevallen. Kom op. 37. We moeten nog een hoop, maar we halen het wel. Dan gaan we hier zo. Ja, het gaat goed, het gaat goed. We moeten nog een paar kijken hoeveel balletjes. Ik denk dat we dit nog zelfs moeilijk halen. Bij wijze van spreken. Ik mag het niet te hard roepen, maar... Volgens mij is dit wel een soort van...
Kunnen we het halen, Bart? We hebben een level 7 geworden. Ik vind wel dat we het moeten proberen. Ik bedoel, volgens mij gaat het wel lukken. Lekker bakje thee trouwens. Een piratenkopje. Een piratenkopje. Nee, dat is geen piratenkopje. We gaan het proberen. De moeilijkste uitdaging. Of moeilijk. Ja, we durven een echte uitdaging aan. Ik moet heel slim gaan nadenken wat ik ga doen en hoe ik het ga aanpakken. Maar ik weet waarschijnlijk een manier. En of het goed is, weet ik niet. Maar we gaan het doen. En we gaan waarschijnlijk meer dan 60 of 70 bolletjes moeten we pakken. Ik durf niet. 70 bolletjes! Het lijken er heel veel, maar het zijn er ook veel. Daar niet van. En dat moeten we echt snel doen. We mogen geen fouten maken, we mogen niet... Kijk, ik verlies alweer een seconde zoals je zag. Daar komen we dadelijk terug bij dat wat ik net niet oppakte. Dus wees niet bang dat ik dat heb gemist of zo. Maar wat we dadelijk gaan doen, wat ik net wel vergat, is hier naartoe. En dan hier... Eigenlijk moet je die ook pakken, zo. En terug. Ja. Jullie gaan zo zien waarom. Grandioos. Oh, ik viel bijna. Zag je het? Oh, wat spannend dit. Ik moet er nog... Ik heb nog 1 minuut 20. Gaan we dit halen? Dit is echt heel spannend. Ta-da-da-da-da, vrolijke muziek, denk eraan Vincent. Geen gestres, want als je waarschijnlijk dit hebt gehaald, dan hou ik nog heel veel seconden over. Maar ik heb heel veel bij Disney Infinity dat je zeg maar... Gerritsen, je staat hier, leek me af! Wegkeren, Gerritsen! We weten dat je online bent, hup! Kst. Ja, kom op. Briljant! Ja, kom op. Ja, ja, rennen, rennen, rennen. Fantastisch! Ik verlies tijd. Ga ik het halen, jongens. En meisjes. Ziet er goed uit. Ik hoop het. Ziet er goed uit, zegt hij. Grandioos. Kijk, dit bedoel ik. Woehoe! Ta-da-da-da-da-da-da. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij zit het er best goed in aan te komen dat ik het ga halen. Yes! En nog ruim 26 seconden over. Yes! Hier ben ik goed in. Geef me niet meer die fietsmissies, net als Monster University. Oh, ik wil er niet aan denken aan die fietsmissie die ik nooit heb gehaald. Moet ik een keer gaan halen? Maar wanneer weet ik niet. Ooit. Dat komt nog wel, hè. Ooit is ooit nog, weet je wel. We hebben deze missie gehaald. Ik ben heel erg blij. Ik pak nog de overgebleven muntjes op. Want we hebben inmiddels, het zijn echt wel heel veel muntjes die we hebben. Nou ja, nog steeds 5000. Dus het is in ieder geval wel een hoop. Ik ga die muntjes ook gewoon besteden aan iets. En aan wat zullen we dit in de speelgoed in kunnen besteden? Ik ga eens kijken. Wij hebben nog een atlasmes. We hebben nog een visser. We hebben nog een bezaancel. Maar ik denk dat we eerst naar deze moeten kijken. Verras je vijanden met dit zwaard bezeten van Calypso's krachten. Klinkt wel heel erg gaaf en goed. Dus die gaan we halen. Dan wil ik ook nog even kijken of we nog wat kunnen halen. Golfwissel. Of nee, de woede van Calypso. Stop de woede van de zee in een fles en gebruik die tegen naburige schepen als je de woede van Calypso hebt ontketend. Die is nog 5000 punten, maar ik schaf liever de bezaancel aan. Die doen we. En hier zijn ook mensen. Hallo jongens, hebben we een quest? Nee, dat hebben we niet, hè. Jullie zijn allemaal tevreden met wat ik doe en wat we hebben gedaan. En wij hebben het zwaard. Het atlas zwaard. En die kan ik nu gebruiken. Hier zijn ze. Druk op RB om te gebruiken. Oké. Okay. Het wordt nu pas uitgelegd in de game. Oké, je weet hoe je wapentuig en rugzakwapens moet pakken. Probeer er nu tussen te wisselen. Probeer nu tussen te wisselen. Ik ga het proberen. Ik hoop dat het me lukt. Het lukt me met 1 knop. Nog een keer. Wil je snel wisselen? Dat kun je hier instellen. Stel snel wisselen in. Nou, ik wil dat zwaard best wel gaan gebruiken. Om deze missie te helpen. Kies het juiste wapentuig of rugzakwapen. Dan kun je aan de slag. Geweldig! Wow, en volgens mij is dit echt een heel sterk wapen wat ik nu heb gehaald. Maar goed, dat gaan we nou laten zien. We openen ook het cel. En we kunnen het schip aanpassen trouwens. Ik wil dat nog best wel doen. Wat hebben we allemaal gehaald? Een piratensloep. We hebben een... Even kijken, het voorstroom van een piratensloep. Maar ik weet niet of de piratensloep juist de goede is. Maar moeten redden is best vermoeiend. Ja, inderdaad. Een gezonken scheepswrak. Nee, dan wil ik liever deze. Even kijken hoor. Deze is ook gaaf, deze trouwens. Wel een heel apart thema, hè? Maar ik weet niet of die daardoor sneller wordt. Voor mij maakt het ook helemaal niks uit, hoor. Want je... Oh, deze is mooi. Dit is gaaf. Piratensloep. Ja, we doen deze gewoon. Huppakee. Het schip is aangepast. We hebben 1 van 1. Wat hebben we gedaan? Oké, dat is mooi. We hebben een quest. Een facelift voor het schip. Nou, dat is mooi.
We hebben iemand blij gemaakt op het schip die quest had waarschijnlijk. We gaan weer aan boord, want we gaan naar de volgende missie. Oftewel, we gaan weer zoeken naar nieuwe zooi. Hé, nu heeft hij ineens weer een uitroepteken daar beneden. Waarom komen ze er nu pas mee? God, ik zit de hele tijd, jongens. De hele tijd te vragen of er iemand een vraag heeft. Niemand heeft een vraag, deze wel. Kapitein, ik kan wel een paar ideeën gebruiken om dit schip zeewaardig te maken. Misschien kunnen we meer onderdelen verzamelen. Ja, misschien moet je dan maar eens meehelpen met onderdelen verzamelen. Want ik sta er geloof ik helemaal alleen voor. In dit spel. Volgens mij wel. Ik ga er niet eens naartoe. Ik ga wel op select drukken, want we moeten een missie selecteren. Waar gaan we nu in vredesnaam naartoe? Want hier staat ga snel naar Deadman's Cove. Ik wil er best wel naartoe gaan. Met 11 sterren. We hebben 11 sterren. Dus we gaan er eens even kijken of we daarheen kunnen gaan. Want er zijn ook helemaal geen nieuwe missies geopend, merkte ik. Of een nieuw rotsblok, of dat we een nieuwe ingang hebben of zo. Dat we met ons schip erin kunnen gaan. Dat is er allemaal niet. Nou, mij benieuwen of ik de goede kant uit ga. Ik geloof het wel. Nou ja, de pijl zegt het. Ik heb twee van de drie van die... Piraten in zicht, kapitein. En ze hebben niets goeds in de zin. Waarom niet opnieuw? Misschien is het lot ons nu gunstiger gezind. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik weet wel dat de piraten komen. En daar heb ik niet zo'n zin in. Dus ik ga het liever even ontwijken en ik vlucht naar dit eilandje hier. Want het ziet er echt fantastisch schattig uit. Het eilandje ziet er echt gewoon een mwah. Dat ziet er gewoon hartstikke gezellig uit. Ik moet daar gewoon even buurten. Ik weet dat dat misschien tijd trekt, maar zoals je ziet hoe dit eruit ziet, kan je dit gewoon niet overslaan. Ik ben hier ook gewoon nog niet geweest. Mr. Gibbs gaat op het roer staan zodat wij dus naar buiten kunnen en even dit eiland verkennen. Want zitten hier piraten? Kunnen we hier misschien wel meer schatten vinden? Dat weet ik dus niet. Dus we gaan dat snel even ontdekken of we hier niet eerder zijn geweest. Geloof het niet, we zien daar piraten. En ze zijn er bezig. Ik zie daar nog een schat. Die staat er gewoon stiekem verborgen. Muntjes pakken, muntjes. We hebben echt een hoop munten trouwens. En een piraatje. Met een harnas. Ik ga hem slaan met mijn nieuw zwaard. Oh, dat werkt niet zo goed. Harrr. Mijn mes maakt jou kapot. Kom maar. Zo, die is echt sterk. Maar mijn mes is sterker. Zo zwaard dan in ieder geval. Maakt dit ook kapot. Zitten er aapjes in de boom? Nee, wel banaantjes. Zijn er banaantjes? Ik denk het. Misschien wel, misschien niet. Misschien zijn het andere textures. En we, volgens mij is hier een kanonnetje. Kunnen wij ook gebruiken. Want hier staan nog twee van die... Ja, hoe zeg je dat? Van die vaten of wat zijn het? In ieder geval munten kunnen we eruit halen. Heel veel munten. Alhoewel veel munten. In ieder geval wel iets. Alles helpt natuurlijk. En daar hebben we nog een kade. Daar konden we ook met de boot komen. Wat is dit? Wat was dat in het gras? Of in het zand? Er spoot iets naar boven. Raar. Heel vreemd. ja, nou, voor de rest kan ik daar niks meer vinden. Dus ik denk dat de enige manier is om verder te gaan, is hier naar boven gaan en beklimmen. Heel veel tonnetjes hier. Vaten en tonnetjes met heel veel muntjes. En die muntjes helpen mij. En die blauwe vonkjes helpen mij om te levelen. En we zijn nu al level 7. Dat gaat heel erg lekker. Gaat de goede kant op in ieder geval. Zo. En terwijl we naar boven klimmen, komt er een filmpje. Is dat het kasteel van Rapunzel? Er liggen schatten bovenop dit eiland. Nou, misschien moeten we dan eens even bovenop dat eiland gaan kijken. Ik zie wel een schildpad. Die heeft wel zin in een paar schoten. Dus die gaan we even 3 schoten verkopen. Huppakee. En hier vinden we niks. Dus we kunnen rustig naar de overkant toe. En daar nog een paar van die tonnetjes. Die zien we echt heel de tijd terugkomen. Dat maakt ook helemaal niet uit. Het liefst zitten daar nog meer muntjes in dan ik nu al krijg. En wij jumpen ons een route naar... Oh, dat is echt een heel groot monster. Holy crap. Die ziet er echt uit alsof hij heel sterk is. Voor mij is die ook heel sterk. Ik wil hem best wel met een zwaardgevecht afstraffen. Maar 3 schoten waren al genoeg, zoals je ziet. En wij komen bij een slot dat slaat... Oh, dat kunnen we niet eens openen. Nee, we kunnen dit niet openen. Wat is dit dan? Hebben wij speciale vaardigheden die we moeten hebben om dit te kunnen openen? Een atlasmes en een zwaard. Dat is het enige wat we hebben. En we hebben een vuursteengeweer. Dat klinkt ook wel handig op zich. Maar die andere, wat was die andere ook weer? Dat is een zwaard en een atlasmes. Nou, de atlasmes gebruiken we al, maar wat is die andere? Een zwaard. Dat lijkt me dan minder sterk. Hier kunnen we dus niet doorheen. Dus we moeten dingen unlocken, willen we dus daar doorheen komen. Oké, ja, dat wordt pittig. Want dus dat betekent dus dat we terug moeten komen op dit eiland.
Nou, is niet zo'n probleem op zich. Maar dan moeten we dat allemaal gaan onthouden. En ik weet niet of dat gaat lukken. Want we zijn nog genoeg bezig met andere activiteiten. Namelijk die steentjes zoeken voor die kraken. Voor die achterlijke zeebarbaar. Ja, jongens en meisjes, het is toch wat, hè, met die kraken? Nou, ik zou het niet als huisdier willen hebben, hoor, in mijn aquarium. Ten eerste, het zou niet eens passen, natuurlijk, hè. Dat snap je natuurlijk ook wel. Zulke dingen, die nemen veel te veel plek in. En die hebben altijd honger, hè. Wat je ze ook geeft, ze hebben altijd honger. Net een hond. Altijd honger. Ze kunnen zich helemaal vol vreten met weet ik veel dingetjes. Het is niet normaal. We gaan naar het eiland toe. Schip in zicht! Waar zie jij een schip dan, Markje? Ik zie geen schip in zicht, hoor. Ik hoop dat wij de goede kant op gaan, want ik voel gewoon de groene pijlen zoals het staat. Oh! Schipswrakken. Maar het enige wat voor jou telt is het stuk van de Kraken's been. Yes, we gaan de goede kant op, dames en heren. We gaan zeker de goede kant op, want wij moeten nog steeds het krakenspeeltje of het krakenbeeldje gaan zoeken. En nu gaan we naar Dead Man's Cove, om het zo te noemen, geloof ik. En hier zitten allemaal... Hier wordt het wel liguber, denk ik. Hier wordt het wel een beetje spannend. Hier komen allemaal stukken, wrakstukken, komen we dadelijk tegen. En het wordt wat smaller. We gaan een poort onderdoor. Ziet er heel tof uit. Ja, sowieso, grafisch ziet het spel gewoon heerlijk uit, hoor. Echt lekker speels, lekker Disney. En zie ik daar iets bekends. Een schedel met twee lichtjes erin. Dat ziet er zeker bekend uit. En ik vaar er gewoon recht op af. Meneer Gibson neemt het stuur over. En die gaat ons aan wal zetten. Aan de kant. En wauw, het is gewoon echt huge. Echt waar. Het is echt een heel groot spel. En dat met een figuurtje. En ja, kom maar op jongens. We gaan naar het grote eiland. Het grote skeletteneiland, om het zo te noemen. En het zijn allemaal eilandjes. En ik zie ook dat er wateren zijn. Maar geloof niet dat die wateren heel diep zijn. Alhoewel, er ligt wel een bootje waar we moeten varen om daarheen te gaan. Nee, we hebben toch wel waarschijnlijk een bootje nodig. Nou, dat geeft niet. Dat zijn we echt wel gewend. We wachten even netjes tot we aan de kant kunnen gaan. En dat kan altijd bij die soort van poortjes hier zo. En dan kunnen we op de A-toets kunnen we eruit. En dan kunnen wij de missie voltooien. Want dit was alweer een missie wat we nu hebben gedaan. Het gaat best wel snel misschien. Ik wil best wel van boord. Ja, dankjewel. En zodra wij aan boord... Oh ja, nou ja, hier krijgen we hem al. Op naar Dead Man's Cove. Missie voltooid. Een beloning van 500 coins. En 100 vonkjes, zodat we verder kunnen gaan. Ik kijk even altijd omheen. Kunnen we dingen vinden? Ja, genoeg. Want we komen in een gewoon een compleet nieuw gebied. En een filmpje. Geen bewegingen te krijgen. Hoe moeten we naar binnen? Vreemd. Het touw en de katrol of de radar en de hendels zouden toch moeten hebben gewerkt? Raderen en hendels? Wat een ontzettend stom idee. We moeten hem opblazen. Maar al het buskruid is nat. Dan moeten we iets anders vinden wat ontploft. Juist, en daar helpen die piraten me nu wel mee. Want die piraten zeggen inderdaad dat hek moet open. En ik heb daar inderdaad moeite mee gehad om andere hekken ook open te krijgen met zo'n bom. En dat is zelfs in de eerste pirates ding ook al. Dus ik denk dat we dadelijk wel iets gaan vinden. Dat wij heel makkelijk een bom kunnen gooien om bepaalde hekken te kunnen openen. Dat zou alleen maar echt een voordeel zijn. En ik denk dat we dat hier op dat gebied, op dit eiland kunnen vinden. Alleen we moeten nog uitzoeken hoe en wat. Ze hebben al gelijk een quest en een soort van andere quest. Je weet wat ik bedoel, een uitdaging. Ik weet wat. Misschien kunnen we een stormram maken van een palmboom. Oké, dat klinkt nog zeker niet zo slecht. Zeg het. We hebben iets nodig wat op. Een boot zou handig zijn. Laten we er eentje halen. Dat vind ik een goed idee. Een piraat is geen knip voor de neus waard zonder een piratenbommenpakket. Koop er een paar in de speelgoedwinkel en val aan tot je erbij neervalt. Dat is dus degene waarvoor we het gaan doen. Dat is het belangrijkste. We moeten de bom gaan kopen in de speelgoedwinkel. Heel erg belangrijk. Ik pak er even de spulletjes op voordat wij de video alweer gaan afsluiten. Ja, het gaat veel te hard, vind je niet? Als we het leuk hebben, gaat het veel te hard. Ik kan niet wachten om weer verder te gaan hier met het eiland. En zeker weten meer te verkennen, want het is echt een fantastisch spel. En ik hoop dat jullie het met me eens zijn. We gaan nog zeker lang door met deze serie. Dus verwacht sowieso binnenkort op mijn kanaal weer een nieuwe aflevering. Mensen, vergeet niet te liken en te abonneren in de midden van het scherm.
En tot de volgende keer sowieso. Het wordt hoog tijd dat ik iets nuttigs doe.